hartelijk welkom op deze eerste micro-macro-cassette. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Willem de Ridder. Broodliefhebber. En de reden waarom jij naar mij luistert is waarschijnlijk precies dezelfde als die waarom ik met jou praat. Waarschijnlijk zijn we allebei broodliefhebbers. Of niet soms. Die geur van vers gebakken brood die het hele huis vult. Het water loopt me uit de mond. En die smaak van een vers gebakken stuk brood. Daar kan toch niets tegenop. Dus ik heb het niet over dat voorgebakken spul wat ze in supermarkten denken te moeten verkopen. En ook niet over het ambachtelijke volkoren van die vele warme bakkers. Oh nee. De smaak van dat spul is een belediging voor de ware liefhebber. Ik heb het over echt natuurdecembrood. Jazeker. Echt natuurdecembrood. De smaak van dat antieke brood is niet te overtreffen. En steeds meer mensen ontdekken dan ook dat als je eenmaal geproefd hebt van dat ouderwetse brood, wat al in de tijden van Egypte en Pompeji werd gebakken, dat je niet meer terug kunt naar de namaak. En steeds meer aspirant-bakkers willen heel graag thuis proberen om dat brood, dat natuurdecembrood, in eigen oven te bakken. Maar dan ontdekken ze tot hun schade en schande dat dat lang niet zo makkelijk is als zo'n simpel gistbrood. Nee, ik ken diverse mensen die vele malen geprobeerd hebben om zo'n brood te bakken en steeds weer opnieuw mislukte het. Het leek wel of het brood niet wilde. En daarom luister je op dit moment naar deze zeer bijzondere cassette. Want ik ga jou leren, stap voor stap, hoe je een echt, antiek, overheerlijk natuurdecembrood zelf thuis kunt bakken. Ben je klaar voor deze stap-voor-stap instructies die je zullen brengen bij je eerste trotse zelfgebakken brood? Geachte bakker, ik ben nog één ding vergeten te vertellen. En daar kom ik nu meteen op. Er zijn nog enkele regels natuurlijk. Regels voor het luisteren naar deze cassette. Misschien zit je in een lekkere, makkelijke stoel met je benen uitgestrekt en een koptelefoon op het hoofd te luisteren. En ben je van plan
om naar allebei de kanten te luisteren. Dus eerst de hele cassette uitgebreid uit te luisteren en dan te gaan bakken. Maar op een gegeven moment zal ik je vertellen dat je deze cassette moet stoppen. Dat je niet verder mag draaien. En daar raad ik je zeer dringend aan om dat inderdaad ook niet te doen. Want de bedoeling is dat je na afloop van deze cassette aan het einde van kant 2 een prachtig brood in je handen hebt. Heerlijk smakend en geslaagd. Want het bakken van een natuurdesembrood is niet makkelijk. Er zijn zeer veel kleine dingen waar je rekening mee moet houden. Daarom is deze cassette heel belangrijk, want de beste natuurdesembakkers in Nederland hebben voor deze instructies gezorgd. Als je stap voor stap deze instructies opvolgt en niet van tevoren naar de hele cassette luistert, dan zul je heel veel fouten kunnen voorkomen. Ik garandeer het je. En aan het einde ben je dan een hele goede aspirantbakker. En wie weet kun je heerlijk smullen. En dat is wat de bedoeling, want we zijn allemaal fijnproevers, nietwaar? Goed, dan is alles klaar. Alles is geregeld. Alles is verteld. Het enige wat we nu nog nodig hebben is een klein potloodje en een papier voor het maken van ons boodschappenlijstje. Want voordat we iets kunnen doen hier in de keuken, moeten we eerst boodschappen doen natuurlijk. Ziezo. Schrijf maar op. Wat we nodig hebben voor het bakken van een prachtig brood is meel, zout en water. En anders niets. Het meel moet natuurlijk van tarwe gemaakt zijn. Volle tarwe, waar niet mee geknoeid is. Tarwe die gegroeid is zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen. Dat soort tarwe heet biologische of biologisch dynamische tarwe. En die tarwe die wordt gemalen tussen twee molenstenen. Stenen dus. En die stenen die malen heel rustig. Want dan ontwikkelt zich geen extra hitte. En daardoor blijft dat meel verrukkelijk. En, wat heel belangrijk is voor ons brood, het meel blijft levend. Dus kijk goed op de bakjes. Als je verpakt meel koopt, zorg dat het biologisch of biologisch dynamisch is van volle tarwe, vol korenmeel dus. Het zout dat we gebruiken kan geen normaal keukenzout zijn. Voor ons brood gebruiken we zeezout. In de natuurvoedingswinkel kun je dat vinden en het maakt niet uit of het uit de Middellandse Zee komt of de Atlantische Oceaan. Als het maar zeezout is en liefst ongeraffineerd. Ten slotte het water. Dan heb je natuurlijk heel veel water uit de kraan. Maar in sommige steden is dat water niet al te goed. Gedeelten van Nederland krijgen hun water zelfs uit de Rijn. En de Rijn wordt wel de open riool van Europa genoemd. Dus je begrijpt hoeveel ze hebben moeten doen om het water schoon te maken. De kwaliteit van het water bepaalt natuurlijk voor ons fijnproevers in zeer hoge mate de kwaliteit van het brood en vooral de smaak. Dus sommige echte fanatieke bakkers kopen bronwater, zuiver bronwater. Zonder gas natuurlijk, zonder bobbeltjes. Kijk maar eens in de natuurvoedingswinkel, misschien hebben ze wel bronwater staan en wil je meteen echt goed water voor je brood gebruiken. Het is de moeite waard. Nou, dat zijn dus de ingrediënten. Ongeveer een kilo meel, wat zout en wat water. Verder heb je nog nodig een maatbeker, maar die heb je waarschijnlijk wel staan. Om meel te meten, want het is natuurlijk heel belangrijk dat je de juiste hoeveelheden gebruikt. Een klein schaaltje heb je nodig.
Oh ja, en dan nog een heel belangrijk instrument. Essentieel voor het bakken van een goed brood. Schrijf maar op. Een deegthermometer. Nou kun je wel zeggen, oh, ik heb nog een thermometer thuis, een koortsthermometer, maar die is niet goed. Het moet een thermometer zijn die van 10 tot 40 graden gaat. Nou kun je natuurlijk een echte deegthermometer te pakken zien te krijgen. Misschien is er in jouw stad een bakkerij speciaalzaak. Kun je hem opzoeken in de Gouden Gids, maar je kunt ook naar een aquariumwinkel gaan en een aquariumthermometer aanschaffen. Die zijn ook wel goed. Ziezo. Nou, dan hebben we geloof ik alles, hè? We zijn klaar om te beginnen. Dus ik wens je heel veel plezier tijdens het boodschappen doen. En zodra je terug bent, zet je deze cassette, als je tenminste in de stemming bent om te beginnen, meteen weer aan. En nu, op dit moment, zet je deze cassette dus af. Zo, ik heb alles. Ik heb water, bronwater, zeezout, een koortsthermometer. Een koortsthermometer? Aha. Maar ik heb nog zo gezegd dat een koortsthermometer niet geschikt was. Maar volgens mij, die gaat ook tot 40 graden zo'n koortsthermometer. Of hou je me voor de gek? Ja, hoe raad je het? Kijk, ik heb een echte vis-aquariumthermometer gekocht, dus volgens mij is deze wel goed, hè? Ja, die is prima, hoor. Als hij maar van 10 tot 40 graden Celsius gaat. Ja, daar gaat deze. En je kan hem heel goed aflezen. Daar gaat het natuurlijk om. En ik heb biologisch dynamisch volkorenmeel. Dan is het nu tijd voor de volgende zeer belangrijke instructies. Ik hoop dat je in de keuken staat. En voor je dat pak met volkorenmeel en een klein schaaltje van glas of van steen, dat doet er niet toe. En we nemen één kop, een gewone kop, maar het is wel een kop die we alsmaar blijven aanhouden, want dit wordt onze maatbeker. We nemen namelijk één kop water en anderhalve kop meel. Maar we beginnen met anderhalve kop meel. Als je nou een echte keukenweegschaal hebt, dan kun je ook 120 gram meel afwegen en 60 gram water, als je het heel exact wil doen. Maar hoe dan ook, we maken het pak met meel open en anderhalve kop meel gaat in het kleine bakje. Neem de tijd ervoor. Ik zou zo zeggen, zet even deze cassette recorder af. En doe het meel in het bakje. En als het erin zit, dan zet je deze cassette weer aan. Het meel zit in het bakje. Wat nu? Heel goed. Het meel zit dus in het bakje nu. Wat ligt het daar mooi, hè? Volkorenmeel in dat kleine schaaltje. En nu nemen we dus het water. 1 kop water. Of 60 gram als je een echte goede keukenweegschaal hebt. Dat water, dat gieten we nu heel voorzichtig in het meel. En met een houten lepel roeren we het water door het meel heen. Niet te hard roeren, maar ook niet te zacht. Stevig. Niet wild. Bij het broodbakken gebruiken we nooit woeste en wilde bewegingen. Alles is stevig, maar rustig. We maken dus van dit meel en dit water een lekker stevig beslagje. Een soort dik pannenkoekenbeslag. Ietsje dikker dan voor gewone pannenkoeken, zeg maar voor 3 in de pan. Juist. Blijf maar eventjes stevig roeren, zodat al het meel goed vermengt met water. En nu komt er een zeer belangrijk moment.
het moment van de deegthermometer. We nemen de deegthermometer in de hand en we duwen hem voorzichtig in het deegje. Het is namelijk heel belangrijk dat het deegje 18 tot 20 graden heeft als temperatuur. Kamertemperatuur dus. En dat betekent dat we een ruimte moeten opzoeken waar het deeg altijd rondom de 18 en 20 graden blijft. Dus als het in de keuken niet warm genoeg is, zet het maar in de huiskamer. Zo nu en dan moeten we eventjes kijken of die temperatuur nog wel hetzelfde blijft. Want dit kleine deegje in het schaaltje blijft daar een aantal dagen staan. Wat zeg ik? Een aantal dagen. Meer dan 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen, 6 dagen blijft dat deegje staan. 6 dagen? Je wilt me toch niet vertellen dat iedere keer als ik een brood ga bakken, dat ik dan 6 dagen van tevoren moet beginnen? Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, ik zal het je uitleggen. Dit wat we nu gaan doen, hoef je maar 1 keer te doen. Als je dus van plan bent om de rest van je leven heerlijke broden te blijven bakken, dan hoef je dit maar 1 keer in je leven te doen. Dit is dé grote voorbereiding voor het bakken van het brood. Als het ware het toelatingsexamen. Maar dat leg ik je allemaal later nog wel uit. Het deegje is dus 18 tot 20 graden, hoop ik. En het staat daar rustig in het schaaltje. Het staat op een plek waar het 18 tot 20 graden blijft. En luister heel goed, dit is heel belangrijk. Als je merkt dat het deeg zeg maar 22 graden is of nog iets hoger, raak dan niet in paniek. Neem dan niet het schaaltje op en ren onmiddellijk naar een koude kelder toe om het deegje te laten afkoelen. Een abrupte afkoeling van dit kleine, zeer bijzondere deegje is levensgevaarlijk. Alles kan dan mislukken. Zorg er dus voor dat het deegje nooit abrupt afkoelt. Het mag best iets warmer zijn, maar nooit kouder. Is dat duidelijk? Heel goed. Nou, dan hebben we voorlopig niet veel meer te doen. Niet veel. Ja, over 1 uur of 12 weer. Over 1 uur of 12 sluip je op je tenen, gewapend met een houten lepel, naar de plek waar dat kleine deegje rustig ligt te liggen. Heel voorzichtig kijk je ernaar, je ruikt er eens aan en dan steek je de houten lepel in het deegje en stevig, maar niet te wild, roer je heel snel het deegje om. Je klopt als het ware op. Je zorgt ervoor dat er verse lucht in komt. En dat doe je 2 keer per dag, zo ruwweg om de 12 uur. 'S morgens en 's avonds, of 's middags en 's nachts, wat je maar wil. Je hoeft er niet je bed voor uit hoor, dat niet natuurlijk. 3 dagen lang doe je dat. Om de 12 uur, 2 keer per dag, opkloppen. En dan over 3 dagen zul je merken dat het deegje zuur begint te worden. Maar geen paniek, dat is de bedoeling. Tot die tijd kunnen we verder niets meer doen. En heb je deze cassette dus ook niet nodig. Dus ik raad je aan, over 3 dagen zet je deze cassette weer aan. En nu zet je hem meteen af. Zeg, ik dacht even snel een brood te bakken. En nu zit ik dus 3 dagen met zo'n piepklein deegje waar natuurlijk nooit een brood uit kan komen volgens mij. En ik ben er iedere keer braaf naartoe geslopen om de 12 uur. En kloppen en nou, zit dus lucht in. En het is zuur. Ja, dat is een beetje zuur, hè? Maar er is geen enkele reden voor opwinding, want het is ook de bedoeling dat het zuur wordt.
Want dankzij het opkloppen en dankzij het water, de lucht en het water, groeien er in dat kleine deegje geheimzinnige plantjes. Dat deegje begint dus te leven. Jong leven begint te ontstaan. En waar jong leven is, daar moet gevoederd worden. Dus vanaf nu gaan we elke morgen en elke avond het kleine beestje daar in dat schaaltje voederen. 1 eetlepel meel en 1 eetlepel water. Niet te koud, want het deegje mag absoluut niet afkoelen. Meng je heel goed met een houten lepel door het deegje heen. Flink opkloppen, niet te wild, maar ook niet te rustig. Zodat er lucht en meel en water in het deegje komt. En dan zul je merken dat spoedig dat deegje begint te borrelen en te groeien en te leven. Maar maak je niet ongerust, dat is allemaal de bedoeling. Want dit deegje verandert zichzelf in deesem. Een klein beestje wat er in de hoek rustig ligt te wachten tot het gebruikt kan worden voor een groot echt brood wat we over 3 dagen gaan bakken. Maar om je op dat grote evenement voor te bereiden, zetten we over 2 dagen deze cassette recorder weer aan en zal ik je precies vertellen wat je nodig hebt voor het bakken van een echt prachtig brood met dit kleine deegje. Dus zorg ervoor elke morgen, elke avond voederen. Het deegje mag niet dunner of dikker worden. 1 eetlepel meel, 1 eetlepel water. Goed doorroeren en laat maar borrelen en groeien. Tot over 2 dagen. En zet nu de cassette recorder maar af. Bijna is het zover. Morgen is de grote dag. Dan wordt er eindelijk gebakken. Dan begint het serieuze werk. Want tot nu toe was het natuurlijk niet erg bevredigend om je alleen maar bezig te houden met zo'n klein beestje wat daar in de hoek in zijn kleine schaaltje ligt te broeien en te borrelen en te groeien. Ook al is het natuurlijk wel leuk om het elke morgen en elke avond te voederen. Het lijkt toch een beetje op een vreemdsoortige hekserij. Een raar brouwseltje maken als een tovenaar. Of misschien als een alchemist. Want je creëert leven daar. Als je dat maar weet. Maar goed, geen geheimzinnig gedoe. Wat wij gemaakt hebben daar in dat kleine schaaltje is het zogenaamde moederdecem. En het moederdecem is van essentieel belang voor het bakken van een goed brood. En als je dat moederdecem eenmaal hebt, dan heb je het altijd. Dat klinkt ook zeer geheimzinnig natuurlijk, maar dat leg ik je nog wel uit. Nu moeten we ons voorbereiden op de grote dag van morgen. Dus potlood en papier bij de hand. Ja, een balpen is ook goed, als het maar schrijft. En schrijf op. Allereerst is nodig een grote pan om in te kneden. Mag het ook een grote schaal zijn? Is dat ook goed? Ja, een grote schaal, grote pan. Als je maar stevig genoeg is om met beide handen in te kneden. Daar gaat het om. Verder heb je nodig een zeer belangrijk instrument. Het is vrij groot, vrij omvangrijk, vrij duur ook. Maar de meeste mensen hebben het al. Het heet een oven. Het beste is een gasoven. Als je nou een elektrische oven hebt, dan hoef je niet meteen te stoppen. Te zeggen, oh, het gaat nu niet. Het is beter een gasoven, maar elektriciteit, ja, dat moet dan maar. Maar ik raad je aan om te duur om toch over te schakelen op gas. Dat is beter, geloof me.
Verder heb je nodig een vuurvast schaaltje. Niet zo groot hoor, een klein vuurvast schaaltje. En een plantenspuit. Ja, zo'n echte plantenspuit waarmee je planten besproeit. Een fijne nevel maken ze. Natuurlijk wel zonder pokon erin, hè? Dat begrijp je. Verder heb je een bakplaat nodig. Maar het liefst niet van aluminium. En natuurlijk een blik. Een bus. Hoe heet dat? Een ovenvorm. Een bakblik. Zo'n bakje waar je brood in kunt stoppen. Waar je een cake in kunt bakken. En dus ook een brood. Ook liever niet van aluminium. Oh ja, vergeet vooral niet een oventhermometer. Heel belangrijk. Ze zijn niet zo duur. En als je hem nog niet hebt, ga hem vandaag meteen kopen. Dan moeten we het bakblik natuurlijk inolieën. Daarvoor gebruik je hele goede olie natuurlijk, die je bij een natuurvoedingswinkel kunt kopen. Zonnebloemolie of maïskiemolie is prima. En als je dan toch bezig bent, kun je misschien ook zo'n klein speciaal kwastje kopen. Een oliekwastje. In huishoudwinkels hebben ze die wel, of anders koop je een klein verfkwastje. Zonder verf eraan natuurlijk. Dat maak je namelijk je handen niet vettig. Heel handig, kun je altijd gebruiken. Een maatbeker is heel belangrijk. En tot slot een theedoek. Een gewone, geblokte of witte katoenen theedoek. Dat is alles. Ziezo. Heb je de hele lijst? Als je alles niet hebt kunnen volgen, draai je de cassette nog maar een stukje terug en draai je hem opnieuw. En zorg ervoor dat morgen al die spullen klaarstaan. Want dan is het zover. Dan gaan we bakken. Dus nog één nachtje slapen. En dan zet je de cassette weer aan. Op de andere kant gaan we verder. Dus ik zou zo zeggen, tot morgen. Tot aan de andere kant van deze cassette. Dag. Eindelijk is het zover. We hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag is het de grote dag van ons eerste zelfgebakken brood. En als je alle instructies van de andere kant van deze cassette hebt opgevolgd, dan ben je nu de trotse bezitter van een klein schaaltje met je bloedeigen borrelende moederdecem. En met dat levende decem gaan we dus ons brood bakken. Dus strop de mouwen maar vast op, spuug in de handen en maak de borst nat, want nu gaat het spannen.
Ben je klaar? Zijn de mouwen opgerold? Is die borst nat? Heb je alle ingrediënten voor je staan op de aanrecht? Goed, dan kunnen we beginnen. Je opent de zak met volkorenmeel. Dat is één. Biologisch volkorenmeel. Of biologisch dynamisch. Het beste meel wat er is. En voor je staat een grote pan of een grote schaal. Waarin we dat meel deponeren. We halen 4 koppen meel uit die zak. Of als je een weegschaal hebt, dan kun je wegen. En dan wegen we 600 gram af. Als dat meel in die grote pan zit, ja, doe maar rustig aan. Dan doen we daarbij direct het moederdecem. Dat kleine borrelende deegje waar we 6 dagen lang zo bloedig aan gewerkt hebben. Een halve kop, oftewel 125 gram moederdecem, gaat erbij het meel. Maar het is heel belangrijk dat je eventjes met de thermometer meet of de temperatuur rondom de 21 graden is. Gewoon om zeker te zijn. 21 graden Celsius. Ja, die temperaturen die zijn zeer belangrijk. Dat zul je wel merken als je meer gebakken hebt. Geloof me nu maar. Als ik te snel ga, als je het niet bij kunt houden, want deze cassette draait natuurlijk genadeloos door, dan kun je rustig de cassette afzetten, hem terugwikkelen, opnieuw luisteren. Dus je hoeft je dan mij niet te laten opjagen. Goed. Als het moederdecem in de grote pan terechtgekomen is, bij het meel, dan doen we er tenslotte water in. 1,5 kop water. Of 375 gram. Als je wil wegen. Maar pas op hoor, want het water mag niet te koud zijn. Het moet lauw warm zijn. En wel liefst 30 graden Celsius. Meet het maar even met de thermometer. En als al die ingrediënten, het water, het meel en het moederdecem, in die grote pan zijn, dan ga je met je rechterhand, als je rechts bent, met uitgestrekte vingers in die pan. Terwijl je met je linkerhand die pan aan de rand stevig vasthoudt. En begin je te mengen. Stevig mengen. Met uitgestrekte vorkachtige vingers meng je alle ingrediënten goed door elkaar. En op die manier ontstaat er dus een deeg. Goed mengen. Mooie ritmische bewegingen. Niet te woest, maar stevig genoeg. En nu komt het. Met de linkerhand, als je tenminste rechts bent, draai je de pan nu een kwartslag tegen de klok in. En met de andere hand vouw je het deeg om. Je slaat het dus dubbel. En met de muis van je hand druk je er heel stevig op. Druk je het helemaal plat. En dan sla je het weer om. Maar eerst met de linkerhand weer een kwartslag draaien. Omslaan, aandrukken. Kwartslag draaien, omslaan, stevig aandrukken. Enzovoort, enzovoort. Dat is kneden. En je kunt een lekker muziekje opzetten. En op je gemak gaan kneden. Want voorlopig ben je daar wel even mee bezig. Want om een goed brooddeeg te krijgen, moet je flink wat kneden. Hoe meer je kneedt in feite, hoe lekkerder het brood wordt. 250 keer. Heb je dat goed gehoord? 250 keer. Draai je dus die pan een kwartslag, omslaan en vastduwen.
Ik wens je veel succes. En na 250 keer kneden, zet je deze cassette recorder meteen weer aan. Hé, is me dat kneden zeg. Als je nog eens wat weet. Ik heb een lamme arm ervan en blaren op mijn handen. En ook nog moe in mijn benen van staan. Nou, kom. Ik weet, het is niet zo makkelijk. Maar zo moeilijk is het nou ook weer niet. Het is heel goed voor je, een soort gymnastiek. En je moet maar denken, hoe beter en hoe langer dat je een deeg kneedt, hoe lekkerder en hoe beter verteerbaarder dat brood wordt. Zo. Dus het is niet voor niets, al die moeite. En kijk het daar eens mooi liggen. Hè? Dat deeg. Is het niet majestueus? Een levend deeg. En daar gaan we een klein stukje van afbreken. Ongeveer 125 gram. Of een halve kop. Ja, precies dezelfde hoeveelheid als die we erin gestopt hebben als moederdecem. Want dat kleine stukje wat we van het grote deeg afbreken gaat weer terug in hetzelfde schaaltje als waar het moederdecem uitkwam. Want morgen is dat weer het moederdecem voor het volgende brood dat we gaan bakken. Oh, dus we hoeven dan niet 6 dagen te wachten en te bemoederen. Precies. Vanaf nu heb je altijd gist, want dat is het eigenlijk, een moederdecem bij de hand om goed, prachtig, natuurlijk brood te bakken. Vroeger was het zo dat als de dochter trouwde, dan gaf de moeder een stukje van haar moederdecem, zodat die dochter meteen kon gaan bakken. En zo ging het over van moeder op dochter. Dus ben er zuinig op dat kleine stukje deeg daar en dat kleine schaaltje. Ziezo. En nu doen we er zout in. Zeezout. Ongeraffineerd zeezout. Maar niet zoveel hoor. 1 theelepeltje. Afgestreken. Want er zit meer dan voldoende natuurlijk zout in het volkorenmeel. Als het zout erin zit, nog 50 keer kneden. Wat? Weer 50 keer? 50 keer een kwartslag draaien. Omslaan dat deeg, vastdrukken en zo 50 keer tot het kan voorrijzen. Je dekt het dan af met een theedoek die helemaal nat is gemaakt onder de kraan en uitgewrongen. Je bedekt de pan en laat het dan 3 kwartier staan. 3 kwartier. En in die tijd heb je mooi de tijd om eventjes snel naar een winkel te lopen en wat vaccinlichtjes te halen, van die theelichtjes. Want die ben ik nog vergeten op de lijst te zetten. Theelichtjes dus. Als je dan thuis komt, na 3 kwartier, zet je deze cassette recorder weer aan. En nu zet je hem af. Ik hoop dat je de vaccinelichtjes hebt kunnen bemachtigen. En ik hoop ook dat je, als je een nieuw vers bakblik hebt gekocht, dat je de gebruiksaanwijzing die erbij kwam heel goed hebt gelezen. Want zo'n bakblik moet eerst geblauwd worden. Dat wil zeggen in een gloeiend hete oven, ingevet en al. Alle ramen en deuren open. Buren gewaarschuwd. Brandweer afgebeld. Totdat het helemaal blauw uitslaat. En dan pas kun je erin bakken. Maar goed, ik neem aan dat het allemaal gebeurd is. En dan kunnen we nu verder. Eens eventjes kijken. Daar staat die grote pan afgedekt met een natte theedoek. Die theedoeken die halen we er vanaf. En kijk, daar ligt het nog. In al zijn glorie. Weet je wat? Laten we het nog eventjes een beetje kneden. Hè? Wat vind je daarvan? Hoeveel keer in godsnaam? Nou, 5 keer. Wat vind je daarvan? Oh, dankjewel. Goed, 5 keer kneden. Eventjes een kwartslag draaien. Omslaan dat deeg. Met de muis van de hand stevig aandrukken.
zie je, beginnen er al behoorlijk wat behendigheid in te krijgen. Nu laten we het nog eventjes een minuut of vijf rusten. In die tijd kunnen we op ons gemak de aanrecht een beetje nat maken. Met een plantenspuit of gewoon een handje water maken we de hele aanrecht goed nat. Maar ook weer niet te nat, niet drijfnat. Gewoon licht bevochtigen. Want we gaan direct met onze beide handen heel voorzichtig het deeg uit de pan halen en voor ons leggen op de aanrecht. En daar ligt het dan als een bal, als een mooie ronde deegbal voor ons. En met onze handen, onze platte handen, beginnen we op die deegbal te drukken. Niet te hard op slaan, rustig op drukken, in het midden. En als we in het midden drukken, wordt hij dus platter en platter. Hij wordt breder en platter en platter. En dan beginnen we op beide zijkanten te drukken. Ook daar drukken we het deeg plat. Nou wordt hij dus langer en langer. Hij begint zich als het ware uit te breiden, naar links en naar rechts. We maken een platte, lange ovaal. Dus voor ons komt te liggen een vrij lang, ovaal, plat deeg. De lengte kan best 30 centimeter zijn tot een halve meter. Dus maak je niet ongerust als het een lange sliert wordt. Als daar die lange, platte, overal even dikke ovaal voor ons ligt, dan gaan we met onze rechterhand onder de rechterflap, dus onder de rechterkant van die lange slang. En we tillen hem op en we slaan hem dubbel, maar ver over het midden heen. En dan gaan we onder de andere flap, dus links, en ook die flap tillen we op. En die slaan we ver over het midden, dus ver over die andere flap heen. Als een opgevouwen handdoek ligt het deeg dan voor ons. En nu moeten we een klein beetje drukken, zodat de onderkant ietsje breder wordt dan de bovenkant. We maken dus als het ware een trapeziumvorm. Dat is heel handig met het oprollen. Want daarna gaan we het brood oprollen. Als ik te snel ga, of als je het niet meer kunt bijhouden, je weet wat je moet doen. Je zet rustig op je gemak deze cassette recorder af. Je kunt hem terugspoelen en weer opnieuw luisteren. Je kunt dus zelf je eigen tempo bepalen. Maar ja, zo'n cassette geeft maar beperkt tijd. Dus ik praat vrolijk alsof er niets aan de hand is door. Nou, daar ligt het dan voor ons. Een opgevouwen deeg dat aan de onderkant, aan onze kant, ietsje breder is als aan de bovenkant. Aan die bovenkant, daar beginnen we te rollen. We gaan met onze uitgespreide vingers onder de bovenkant van het deeg. En we rollen hem eerst een heel klein stukje op. We maken als het ware eerst een richel. Dus we lichten het deeg een klein beetje op, slaan het meteen om, zo snel als we kunnen. En we krijgen dus een rand aan de bovenkant die we goed vastdrukken. Want om die richel heen gaan we het brood oprollen. En je zult merken, omdat het een trapeziumvorm is, van onderen breder dan van boven, rolt het brood heel mooi recht op. Ik zou zo zeggen, begin maar te rollen. Voorzichtig rollen we het hele brood op. En als het helemaal is opgerold, hebben we dus een brood gekregen. Daar ligt het. Rustig. Zo ver zijn we nog lang niet. Allereerst moeten we het brood gebakken zien te krijgen. En er kan nog zoveel misgaan.
dan nemen we eerst het bakblik ter hand. Het geblauwde bakblik. En dat speciale kwastje. En die heerlijke olie. Zonnebloemolie of maïskiemolie. En met die olie, via dat kwastje, vetten we het bakblik goed in. Aan de binnenkant alleen natuurlijk. En als dat gebeurd is, ja, dan moet dus dat brood in dat bakblik. Nou hoop ik dat het brood er precies in past. Of liever gezegd dat het niet te klein is, want anders is het niet goed. Het kan beter iets te groot zijn dan te klein. Dus met beide handen nemen we heel voorzichtig dat brood op. En als een kat laten we het heel langzaam en vloeiend in dat bakblik zakken. Doe je best. En als het eenmaal in dat bakblik is neergevlijd met de sluitnaad op de onderkant, op de bodem natuurlijk, dat is heel belangrijk. De sluitnaad van het opgerolde deeg mag niet aan de bovenkant zitten. Ook niet aan de zijkant, maar aan de onderkant, op de bodem van het bakblik. Als het eenmaal daar is aangekomen, zacht zich in dat bakblik heeft gevlijd, dan kom je er absoluut niet meer aan met je handen. Niet meer aanraken. Dan wil het daar ongestoord blijven liggen. En dan nemen we die vaccinelichtjes. Een stuk of 2, 3 hebben we er nodig. En die zetten we in de oven. Ja, de oven hoeft niet aangestoken te worden natuurlijk. We steken alleen maar die vaccinelichtjes aan. Want we moeten in die oven een temperatuur zien te krijgen van omstreeks 26 graden. Oh, het gaat nu allemaal zeer spannend worden. We maken als het ware een echte rijstoven. En we doen een natte doek, diezelfde natte theedoek, over het bakblik heen. Zodat daar lekker warm en vochtig dat deegje in zijn bakblikje rustig kan rijzen. Omringd door prachtige vaccinelichtjes in de oven van ongeveer 26 graden. Wat een mooi gezicht, hè? En daar in die oven, in zijn kleine bakblikje, laat je dat maar rustig zijn gang gaan. 2 uur lang, 2 tot 2,5 uur lang in die oven. Tot het ongeveer een kwart, zeker een kwart groter wordt. Maar zorg ervoor dat je erbij blijft, dat je niet te laat komt. Want als er gaatjes of scheurtjes in het deeg zijn getrokken, dan jammer, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je beter meteen maar gaan bakken. Maar goed, zodra het brood ongeveer een kwart groter is geworden, na 2 uur dus, 2 uur, 2,5 uur, zet je meteen deze cassetterecorder weer aan. Of liever gezegd, ietsje eerder zelfs. En dan gaan we verder met ons eerste brood. Tot direct. Zeg, kunnen we nu eindelijk eens bakken? Het lijkt me alsof het deeg opgebaard staat met al die kaasjes eromheen. Ja, het is een heel mooi gezicht, hè? Daar staat het, dat deeg. Maar inderdaad, haal het deeg er maar uit. Of misschien heb je het al gedaan. En haal dat handdoekje er maar vanaf en kijk of het geslaagd is. Als alles goed is, moet het mooi opgebold zijn en mogen er geen scheurtjes in zitten en geen gaatjes. Ja, dan haal die vaccinelichtjes er ook maar uit. Want dan gaan we nu dus bakken. Ik zou zo zeggen, steek die oven maar aan. En zet hem meteen maar zo hoog mogelijk. Ja, zo hoog mogelijk.
Stook dat ding maar tot hij roodgloeiend staat. De oventhermometer houden we bij de hand om te meten. Want hij moet wel tot 250 tot 260 graden. Sommige ovens die komen niet eens zo hoog. Dus zo hoog mogelijk tot de spatten eraf komen. En dan nemen we dat kleine vuurvaste schaaltje. Dat vullen we met water en dat zetten we onder in de oven. Onder in de oven. En laat dat maar lekker heet worden daar in die oven. En als die hoge temperatuur dus is gehaald. Je hoeft niet op mij te wachten hoor. En je kunt ook deze cassette rustig stopzetten. Dan zet je dus de oven open. Dan haal je dat prachtige blik met je brood erin. En dat schuif je dan in de oven. Verbrand je vingers niet. En daar staat het dan. Dan doe je de deur weer dicht. Maar meteen weer half open. Want dan heb je tijd gehad om je plantenspuit te pakken. Ja, want die plantenspuit is veel belangrijker dan je denkt. En je spuit met je plantenspuit een fijne nevel die de hele oven vult. En dan meteen dicht. En dan wacht je 2 minuten. En dan doe je die deur weer open, half open. En meteen weer psh, 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 met je nevelspuit. Een lekkere, fijne nevel. Dus zet die plantenspuit op fijn. Dat hij in zo fijn mogelijke nevel verspreidt. Nou, en dat doe je eigenlijk een stuk of 4-5 keer. Dus de eerste 10 minuten hou je je bezig met dat brood in die oven goed vochtig te houden. Spuit maar flink. Elke 2 minuten. De deur half open. Spuiten en meteen weer dicht en 2 minuten dicht laten. Duidelijk? Als je daarmee klaar bent, dan zet je die cassette recorder meteen weer aan. Want nu, op dit moment, zet je hem af. Je hebt dus bijna 10 minuten lang met een plantenspuit in een gloeiend hete oven staan te spuiten als een echte brandweervrouw. Het lijkt wel of je aan het blussen bent. Maar die oven die staat op zijn allerhoogst. Die loeit. En het brood staat daar majestueus te bakken. Goed. Na 10 minuten hebben we deze plantenspuit weggezet. En over een paar minuten zet je zelfs de oven ietsje lager. Tot 220 graden Celsius. En dan laat je het maar rustig bakken. Heerlijk, daar staat het. En ondertussen zal ik je even vertellen wat je met het zuurdecem, het natuurdecem of het moederdecem, hoe je het ook wil noemen, kunt doen, hoe je het kunt bewaren. Als je het langer dan een paar dagen wil bewaren, raad ik je aan om het in een jampotje te doen en een paar gaatjes te maken in het dekseltje. Op die manier kun je het vrij lang bewaren. Je kunt het ook in zijn schaaltje laten staan tot morgen, als je morgen weer eens wil proberen. In ieder geval is het toch aan te raden om elke dag, of om de 2 dagen als je wil, het deegje een beetje te voeren. Dat is heel simpel. Je neemt 1,5 lepel met water. Niet te koud, zoals je weet. Het mag niet afkoelen. En 1,5 lepel, nou zeg maar 1 lepel met meel. Het geheel meng je goed door elkaar en wegzetten. Goed. Nou, dat is alles. Over 1/2 uur is ons brood klaar. Als je ondertussen nog een keer wil kijken hoe het erbij staat, kun je dat rustig doen hoor. Je hoeft niet bang te zijn dat het brood ineens in elkaar zakt als je de ovendeur open doet. Dat gebeurt alleen maar met gistbrood. Ons brood is tegen een stootje bestand. Dus gluur rustig in de oven als je wil. Maar over 1/2 uur
Als ons brood klaar is en het hele huis heerlijk ruikt, zet je deze cassetterecorder weer aan. Tot direct. En nu? Mijn hele huis ruikt ernaar. Ik krijg ontzettende honger van, zeg. Ik zou er zo wel in willen bijten. Ja, er is niets heerlijker dan vers gebakken brood. Die geur, hè. Goed. Na een half uur moet je het brood uit het blik halen en kijken hoe het eruit ziet. De onderkant en de zijkant moeten goudbruin zijn en niet te zacht. Als je op de onderkant klopt, moet het hol klinken. Goed zo. Hol dus. En als dat nog niet het geval is, dan moet je het gewoon maar even terugzetten zonder blik en een paar minuten in die oven tot het goudbruin is. Desnoods op zijn kop zetten. Hè? Nou, dan ongeveer 20 minuten laten uitdampen op een rooster of op stokjes, want er moet lucht onder kunnen. En dan ruikt dat hele huis naar heerlijk vers gebakken brood. Proficiat. En als je nog meer details wil weten voor het zelf bakken, dan kun je een soort handleiding bestellen. Die heet Zelf brood bakken met natuurdecem. En die kun je bestellen bij hetzelfde adres van deze cassette. Bij Keep on Rocking, postbus 199 5000 AD in Tilburg. En dan krijg je nog meer details en ook wat wetenschap op de achtergrond voor het bakken van je eigen brood. Bedankt voor de aandacht. Eet smakelijk en doe het nog een keer. Ik heb heel goed begrepen en ik heb een goede smaak. Volkoren dient het leven en de eerste snee is raak. Het graan groeit op de aarde, groeit er eeuwen oud en jong. Het goede van het oude en dat proef ik op mijn tong. Leven brood, deze brood, eet ik want ik leef. Oe-a, oe-a, deze brood, leven brood. Ah, leven brood, deze brood, eet ik want ik leef nog lang. Leven brood, deze brood. Leven brood, deze brood, proef het puur natuur. Oe-a, oe-a, leven brood, deze brood. Eet ik want ik leef nog lang. Leven brood, deze brood, tintelt in mijn bloed. Oe-a, oe-a, leven brood, deze brood. Pa 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 pa